En dan is het nu tijd voor iets ongezonds of gezonds. Het is maar hoe je het bekijkt. Hi, ik zit hier in de vegan junk food bar. Het is eigenlijk een soort snackbar, maar dan voor alleen maar vegan dishes. Dus alles is allemaal plant-based, zoals het heet. En ik kon het er niet laten, maar ook even proeven. Dus ik heb hier een lekkere hamburger. Met een plantaardige hamburger tussen. Ben benieuwd. Vegan is natuurlijk best wel een soort van ondergeschoven kindje. Zeker in retail wordt er vaak een beetje afgedaan als, nou ja, het is een niche-markt. Maar ik denk dat dit concept in Amsterdam ook wel laat zien dat vegan zeker wel een hele stevige poot aan de grond heeft. Dat er zelfs een vegan junk food bar zijn. En waar dat ook gewoon ongezonde vegan dingen op het menu mogen staan. Dat gaan we even proeven. Het ziet ook echt lekker junk food achter uit. Ik ben echt nieuws aan het maken. Dat is eigenlijk best wel lekker. Nou, ik heb het hier ook even gevraagd, maar het zijn ook zeker niet alleen maar vegans die hier komen eten. En eigenlijk vooral vaak mensen met een vegan in de groep. Er staan hier op het menu ook bijvoorbeeld kipnuggets en frietjes en hamburgers. Maar dan allemaal plantaardig. Nou, en dat bewijst maar weer dat er geen dierlijke stoffen aan te pas hoeft te komen om lekker te genieten van een beetje junk. Nou ben ik een slaag